Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist en de auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En dit is de Eppo. Dit is het nieuwste nummer van de Eppo. En Eppo is een stripblad wat al heel lang bestaat en wat in 2009 opnieuw is opgestart. En toevallig krijgt het stripfiguurtje Eppo een facelift in dit nummer. Ik blader er heel even kort doorheen. Altijd een leuk openingswoord van Rob van Bavel, de hoofdredacteur. Strips als Elsje staan erin. Eugène en Dirk Jan. Die kennen jullie wel, denk ik. Storm, een oud bekende. Van Romano Molenaar getekend. En geschreven door Rob van Bavel. Mooie, mooie tekeningen. Cor Morelli van Alois Oosterwijk. En een paar andere strips. Zoals Safehaven van Fred de Heij. Esther Verkest, die ik erg leuk vind ook. Erg leuke strip, staat ook in de Playboy. Dit is een hele leuke strip, Kaderman. Waar echt gebruik wordt gemaakt van, van het medium strip, zeg maar. Op een hele leuke manier, creatieve manier. Een van de leukste strips in Eppo op dit moment. Er staan wat artikelen in. Dit is allemaal nieuwsberichten door Ger Apeldoorn, een van de hoofdredacteuren. Of een van de redacteuren, moet ik zeggen, van Eppo. Geschreven. Nou goed, het is een blad wat elke 2 weken uitkomt en wat dus een lange traditie kent. En waarom laat ik je dat nou eigenlijk zien? Ten eerste dacht ik van, ik laat het eens zien, want misschien ken je het wel helemaal niet. Dus dan is het goed om te weten dat die strip zo'n stripblad er is. Maar de belangrijkste reden om je dit te laten zien is dit. Boek van Ger Apeldoorn, een van de medewerkers van Eppo. En dat is namelijk het boek De Jaren Eppo. Met de geschiedenis van het stripblad. Ger heeft eerst een ander boek geschreven, De Jaren Pep. Dat is eigenlijk een voorloper. En dit is de sequel. Waar gaat het eigenlijk over? Nou, even kijken. Het stripblad Eppo ontstond in 1975 uit het samengaan van de VNU-bladen Pep en Sjors. 25 jaar lang was het onder diverse namen Eppo. Eppo wordt vervolgd, Sjors, Jimmy, Stripblad, Shoshi en zelfs Strip Parassi. Het belangrijkste platform voor de Nederlandse strip. Eppo was niet alleen het blad van Agent 327, Franka en Storm. Je vond er ook Steven Severijn, Roel Dijkstra, Koen Kalkoen. Goed, hebben we andere, Gilles de Geus. We hebben weer Eppo. Dit boek is heel erg leuk voor als je van een stripblad als Eppo houdt. De cover is gemaakt door niemand minder dan Martin Lodewijk. Dat is heel bijzonder, want Martin is op leeftijd. En Agent 327 wordt steeds zeldzamer in het stripblad Eppo. Zo zeldzaam zelfs. Dat ze hebben bedacht dat andere stripmakers korte verhalen rondom 327 maken. Een soort hommageverhalen, zeg maar. Die zijn erg leuk. Dat wordt vast en ook een heel tof album. Ik laat je even het binnenwerk zien. Dit is echt een boek, zoals ik al zei, voor de Eppo-liefhebber. Voor iemand die wil weten hoe het allemaal is tot stand gekomen. Hoe het de geschiedenis is van al die verschillende bladen. De verschillende incarnaties die de Eppo heeft gekend en wie eraan hebben meegewerkt. Wat ik leuk vind aan dit soort boeken is de opmaak. Want je kunt gewoon heel veel strips terugzien van vroeger als je het las. Of kennis maken met die strips als je voor het eerst ze ziet in dit boek, zeg maar. Dus het is leuk opgemaakt. Heel veel beeldmateriaal. Dat is echt een meerwaarde van het boek. Ger Apeldoorn is een scenarist van strips, maar ook van televisieseries. Maar hij is ook vertaler. Jarenlang vertaalde hij de X-Mannen van Junior Press. En daar ken ik hem eigenlijk van, toen nog onder de naam G. Apeldee. En daarnaast is hij ook gewoon een heel goede schrijver, want hij heeft echt wel werk verricht om dit boek te schrijven. Maar er staan wel typische Apeldoorntjes in. En daar bedoel ik mee dat Ger niet zijn mening onder stoelen of banken schuift. Dat was in het Pep-boek ook al zo. En ik heb eventjes deze brandwijzer van de strip Iris, hele andere strip van Sherpa, erbij gedaan. Zodat ik de pagina even kan vinden. Namelijk over de strip Kanaal 13 schrijft hij bijvoorbeeld: toen het project met de levende robot Bliep nergens op uitliep, bedacht Jan van Die voor Gerard Lever Kanaal 13. Parodie op de televisieserie aan de hand van een kleine tv-zender die altijd op zoek is naar de volgende hit. In iedere aflevering namen Lever en Van Die een ander genre op de hak, maar uiteindelijk ging de meeste aandacht uit naar het décolleté van de rondborstige secretaresse, juffrouw Leontien. De strip was wild
en absurd en zocht de grenzen op van het taboe. Hoewel het merendeel van de waanzinnige tv-ideeën van het team 10 jaar geleden door John de Mol al zijn overgedaan en meestal 3 keer zo erg. Ja, Ger heeft natuurlijk heel veel ervaring op het gebied van televisie. Maar dit is dus een beetje ook de stijl waarin hij dat dan schrijft. Soms wordt zo'n boek als dit wel een beetje opzommerig. Als je al die titels van al die stripverhalen voorbij ziet komen. Het is ook echt een boek wat ook wel zich uitnodigt tot bladeren. Vanwege dat mooie beeldmateriaal. In 2009 is Rob van Bavel opnieuw begonnen met de Eppo nieuw leven in te blazen. En bij die laatste incarnatie ben ik ook soort van betrokken geweest. Ik heb namelijk wel eens voor de Eppo stukken geschreven, interviews, en ik had een column stripplaatjes onder de loep. Nou noemt Ger Apeldoorn eigenlijk elke medewerker van de Eppo, behalve mijn naam. Dus dat is wel grappig ergens en een beetje jammer misschien, maar ik vergeef het Ger bij deze van harte. Ook al is het natuurlijk altijd heel erg tof om je eigen naam in een boek tegen te komen. Maar aan de andere kant, Noël Ummels, die een jaar lang de Eppo ook voor zijn rekening nam als hoofdredacteur, dat staat er volgens mij ook niet in. Dus ik ben in goed gezelschap wat betreft vergeten geworden te zijn. En nou ja, misschien relativeert het ook wel weer mooi mijn bijdrage. Die was ook natuurlijk niet zo heel erg groot. Als je kijkt naar wat andere mensen allemaal voor het blad hebben gedaan in de loop der jaren. Ik ben eigenlijk geen traditionele Eppo-lezer. Waarom is dat? Nou, zo'n blad komt 1 keer in de 2 weken uit. Vroeger vaker. En er staan vervolgverhalen in. En gagstrips van een pagina of wat. En ik vind het vervolgverhaal elke 2 weken, 2 pagina's of 3 pagina's, dat leest voor mij niet lekker. Ik moet zo verschrikkelijk veel lezen en dat doe ik met heel veel plezier. Maar daar lopen er zoveel verhaallijnen door mijn hoofd, dat ik liever gewoon in 1 keer een album uitlees. Een oplossing is natuurlijk een Eppo stapel en dan iedere keer die 2 bladzijdes van het stormverhaal gaan lezen. En dan, dan weer een nieuwe Eppo erbij pakken en dan die 2 bladzijdes. Maar ik ben eigenlijk meer een albumlezer dan een stripbladlezer in dat opzicht. Maar er zijn heel veel mensen die het wel heel tof vinden om elke 2 weken dan weer een nummer binnen te krijgen. En dan weer een klein stukje van zo'n verhaal te kunnen lezen. Dus je hebt stripliefhebbers in allerlei vormen en maten. En van allerlei strips ook. En op zich is het aanbod in Eppo zeer divers. Dit is het dagboek van Gerard Lever. Dus, wat is de conclusie? Ben je een fan van Eppo en of stripbladen, dan is dit eigenlijk wel zo'n boek wat je met een gerust hart kan aanschaffen en kunt gaan lezen. Denk je van, nou, ik lees liever gewoon alleen maar strips en ik ben niet zo van de stripbladen, ja, dan is dit boek niet voor jou bedoeld, tenzij je heel graag gewoon de plaatjes bladert. Anyway, dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vind je ze leuk, abonneer je dan op mijn kanaal. Dan komt hier ergens in beeld zo'n dingetje. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.